Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Monique Taverne en ik heb mijn Gamer Faces meegenomen. Ik ben hier inderdaad om te komen vertellen vanuit het UMCG van goh, wat is nou de kracht van gaming en hoe zetten wij die in? Maar misschien is het even leuk om te inventariseren. Wie speelt hier wel eens een spelletje? Ah, dat is mooi. En wie durft niet te zeggen dat ze wel eens een spelletje spelen? Oh, iedereen eerlijk. Oh, kijk, daar is er eentje. Nou ja, deze gezichten laten eigenlijk ook wel een beetje de kracht van gaming zien, wat je ermee kan. En wij wilden eigenlijk bij het UMCG kijken van, goh, waarom kunnen we daar niet meer gebruik van maken? En waarom kunnen we niet ervoor zorgen dat onze artsen, verpleegkundigen, paraperimedici en de medische administratie er ook zo uitzien? Als zij dingen moeten doen die ze misschien niet zo leuk vinden. Nou, ik ben hier ook een beetje om uit te leggen wat nou de werkzame bestanddelen zijn. En daarvoor moeten we eerst eventjes terug naar dit gedragsmodel. Want gaming gaat veel over gedrag. Wat hebben mensen nodig om gedrag te vertonen? Nou, eigenlijk drie dingen. En tijdens deze 7 minuten ga ik in op 2 daarvan. Namelijk vaardigheden en motivatie. Mensen hebben vaardigheden nodig. Of ze moeten in ieder geval denken dat ze iets kunnen. En daarnaast hebben ze een bepaald level van motivatie nodig. En games die spelen hier echt ontzettend slim op in. Hoe doen ze dat? Nou, als we kijken naar vaardigheden, dan hebben we het over de progression loop. Ik ben van de Super Mario en de Super Nintendo generatie. Dus als ik het heb over een boss fight, dan zie ik gelijk Bowser vormen. Als je Bowser voor mijn neus zet, die ga ik niet in 1 keer verslaan. Maar wat Super Mario heel goed doet, is deze opbouw. Er zit elke keer een opbouw in, dat levels worden steeds moeilijker en verschillende vaardigheden worden aangeleerd, zodat ik uiteindelijk die boss fight aan kan. Bovendien, let maar op, de volgende keer als jullie een spel spelen, er is altijd een onboarding level. Eerste level laat je zien hoe het spel werkt door middels van het spelen van het spel. En het is best wel makkelijk, je kan eigenlijk geen fouten maken, dus geef je ook wat zelfvertrouwen om, hey, dit kan ik wel, kom maar op met die volgende level. Goed, dat is 1 kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is motivatie. Hoe spelen games daar nou heel erg slim op in? Dat is middels constante feedback loops. In een game, als je een actie onderneemt of je vertoont bepaald gedrag, dan zit er gelijk bewijs achter. En dat bewijs krijgt relevantie door middel van de context waarin je aan het spelen bent in het spel. En door die context kan je ook de consequentie van je eigen gedrag inzien. Vind ik dat goed? Vind ik dat slecht? Vind ik dat mooi? Fijn? En nadenken van, hey, is dit eigenlijk wel wat ik wil? En vanuit die kant kijken van, wil ik het niet beter, wil ik het niet sneller, wil ik het niet anders doen? Dat is het tweede stuk. Dan hebben we nog een secret ingredient en dat noemen we even flow. Flow is een soort van opperste staat van concentratie. Denk er maar aan als je een boek aan het lezen bent en de rest van de wereld verdwijnt. Of een film aan het kijken bent of misschien wel op de fiets zit of in de auto. Hoe doen games dat nou? Die dagen je elke keer uit, net op het goede level. Dus net ietsje moeilijker dan wat je kan. Maar niet te moeilijk, want als je het te moeilijk maakt, dan raken mensen gestrest, haken ze af. Maak je het te makkelijk, raken ze verveeld, haken ze ook af. Nou, dit is allemaal leuk en aardig. Ik zal even doorgaan naar wat wij dan bij het UMCG hebben gedaan om deze kracht van games te gebruiken. Het gaat inderdaad over de implementatie van het EPD. Daarvoor gebruiken we dit model. We hebben samen met een ontwikkelaar hebben we Wijzer gemaakt. Met als doel, we zijn bezig met de implementatie van het elektronisch patiëntendossier. En we willen graag onze medewerkers introduceren aan de nieuwe interfaces en het nieuwe dossier. Wat moeten zij daarvoor doen? Nou, zij moeten bepaald gedrag vertonen, namelijk dat ze actief bezig gaan met die interfaces. Maar dat is natuurlijk oerzaai. Wat voor spelers hebben we? Nou, van artsen tot en met medische administratie, dus dat is nogal een groot publiek. We zullen ook lang niet iedereen aanspreken, maar voor de mensen die het werkt, wij hebben ons best gedaan. Komen we bij het laatste stukje spel. Nou, dat is altijd heel erg moeilijk om te vertellen, dus ik kan het beter even laten zien. Dat zal ik ook even gelijk doen. Dit is Wijzer. En dit is de manier waarop wij denken dat we mensen kunnen motiveren om kennis te maken met de nieuwe interfaces van het EPD. Hier zie je een screenshot van het EPD en daarboven staat elke keer een vraag. En de bedoeling als speler is dat ik gewoon zo goed en zo snel mogelijk antwoord ga geven op die vraag. Nou, in dit geval is het niet helemaal eerlijk, want ik heb dit gemaakt dus ik weet de antwoorden. Maar ik zal even laten zien wat er gebeurt als het niet goed gaat. Ja, in Groningen zijn we van de aardbevingen, dan weten jullie dat gelijk ook allemaal. En hier aan de linkerkant zie je dus de tijd, dus je kan jezelf verbeteren op tijd. En aan de rechterkant zie je dus levens, dus je kan nog 2 keer proberen nu waar het goede antwoord staat. Nou, ook dat weet ik. En in het midden zie je een soort van progress bar, zodat je weet waar je zit
in het spel. Nou, dan even de laatste. Uiteraard kan je als speler dus tegen jezelf spelen, want ik kan het steeds beter willen doen en steeds sneller willen doen. Maar wat we ook gemaakt hebben is een leaderboard. Dus in dit geval kan ik spelen tegen mijn collega's van de ICT-afdeling, of ik kan spelen tegen collega's in dezelfde rol binnen het hele ziekenhuis. En we hebben nogal wat medewerkers, een stuk of 12.000. Of ik kan tegen alle medewerkers meespelen. En wat ik ook nog kan doen, is mijn collega's uitnodigen van hey, kom ook eens even kijken wat we gemaakt hebben. Of waar we mee bezig zijn. We hebben dit spel zo gemaakt dat het heel generiek is. Dat er een heel mooi CMS-systeem achter zit. Dat betekent dus dat er meerdere mogelijkheden zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan radiologie. Nou, binnen de 7 minuten ga ik niet halen om nog een heel spel te laten zien. In de lunch, tijdens de lunch staan we ergens waar jullie even langs kunnen komen om te kijken naar wat nog meer mogelijkheden zijn met dit spelsysteem. Dankjewel. Dankjewel.